Hallo allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van UrbexNL. We staan hier dus voor een verlaten ziekenhuis. En we zijn vandaag niet alleen, we zijn samen met Rasco. Dus abonneer ook even hieronder op zijn kanaal. Ik zal zijn link even in de beschrijving zetten. Maar we gaan even straks kijken of we een ingang kunnen zoeken. Nou, we zijn dus net binnen in het ziekenhuis. En als we dan hierin lopen, zien we nog de lift. En je ziet al dat de noodverlichting brandt. Hier. De lift werkt gewoon nog. Dat is echt bizar. Dit is wel echt vet. Allemaal namen van. Nou, we zijn nu dus aangekomen bij de keuken. Je ziet dat hier alle spullen en zo nog allemaal staan. En hier heb je dus nog gewoon alle kookpitjes en alles staan. Nou, dan komen we hier dus bij een deur en je ziet hier dat die lampjes branden. En elke keer als we er doorheen lopen, hoor je dat piepje. Dat is dus geen alarm, maar de mensen moesten hier dus vroeger met de bedden moesten ze hier doorheen. En dan ging de deur dus automatisch open, dus wij schrokken ons helemaal kapot toen we hier waren. Maar dat is dus niks, gelukkig. Ja? Dus we gaan naar boven. Dat is echt wel riskant hier. Ik ga wel sowieso, vind het dan fijn om mijn ziekenhuis rondlopen. Dus vorige keer hebben we namelijk opgepakt dat we erbij ging. En als wat creepy shit, ik hoor hier steeds piepjes. Ja, ik denk gewoon dat het van de deur is, maar toch hou je in je achterhoofd dat het wel een bewegingsmelder kan zijn. En het zou wel echt fucked up zijn als we hier weer gepakt worden. Vet. En hier komen we dus aan bij de cafetaria. En hier gingen dus alle patiënten of mensen die, personeel, die konden hier dus gewoon eten. Nou, we lopen hier dus door het ziekenhuis. En we zien hier dus de operatiekwartier. En Rick, die zat net in de auto en die belt ons dus als hij iets opmerkelijk ziet. En hij belde ons net dat er dus een busje hier best wel opmerkelijk rondrijdt. Dus we moeten best wel oppassen en gewoon alles zo snel mogelijk bekijken. We komen dus hier bij het operatiekwartier verboden toegang. Maar we gaan er gewoon even kijken. Zo, maar moet je even kijken hoe lang deze gang is. Je ruikt al zo'n bepaalde geur. Hier. En dan komen we hier dus bij een kamer aan. En dit was zeg maar een kamer. Waar dus de patiënten eerst moesten verblijven voordat ze dus de operatiekamer ingingen. Nou, dat is toch wel leuk om dit zo te zien. Nou, we zijn dus hier bij de operatiekamer aangekomen. Je ziet hier gewoon al die dingetjes hangen waar ze dus vroeger hier voor zuurstof, voor perslucht, voor alles om die mensen dus te opereren. En hier hangt er nog een. Dan beweegt gewoon het allemaal, dan doet het gewoon. Dus door één lange gang. Dit was zeg maar een gang waar dus alle patiënten neer werden gezet. Hier heb je nog een oude ding waar tv's op hingen. En hier stond dan gewoon vroeger zo je bed. Nou, hier heb je dus nog een hele grote groepszaal heb je, waar dus alle patiënten dus in een groepskamer lagen. En je ziet gewoon nog dat hier de lichtjes gewoon nog branden. Dat is wel bizar. Dan loop je hierheen. Hier is nog een oud apparaat die de doktoren gebruikt om patiënten te genezen of te behandelen. Nou, als je hier dus door deze gangen loopt, dan zie je hier nog gewoon op best wel veel deuren en gangen zie je gewoon nog de foto's hangen van oude personeelsleden. Hier dus momenteel door een gang en het ziekenhuis is zo groot dat we gewoon eigenlijk niet weten waar nou de bordjes staan en waar we precies heen moeten. We zoeken het mortuarium, want dat zit ergens beneden, maar we hebben geen idee waar we zijn. Dus we moeten dit heel snel doen. En we moeten het mortuarium moeten vinden. Dit kun je zo'n doodskist inrijden volgens mij, dat is wel laag. We lopen nu dus naar de uitgang. We hebben het mortuarium helaas niet gevonden, maar het wordt donker. En straks weet de politie ook dan wie ze zijn en die komen dan waarschijnlijk ook snel. Dus we gaan hierna door naar een andere vette locatie en die willen we dus in het donker doen. En die moeten we dus ook snel doen. Dus we gaan hier zo snel mogelijk weg en dan checken we jullie bij. Nou, we zijn dus net buiten uit het ziekenhuis. Het was super vet om binnen even rond te lopen. Maar ja, we moesten zo snel mogelijk weer weg. We konden het allemaal niet vinden en het was allemaal te donker. Dus we dachten, nou dan gaan we maar naar de volgende locatie. Dus als jullie nou een leuke video vonden, laat dan even een like achter en een leuke reactie in de comments. En als jullie nou meer willen zien van deze vette locaties, abonneer dan even hieronder op mijn kanaal.